En we zijn nu in Akahibara en dat is een populaire wijk, vooral in de avond. Want er gaan alle lampjes hier aan en draait het maar om twee dingen. En dat is games en dat is om anime. En vaak worden die twee ook nog eens gecombineerd. En dat ziet er erg leuk uit. In Japan heb je dus overal van deze mega gokhallen, echt verdiepingen hoog. Deze waar we nu zijn heeft 5 verdiepingen met alleen maar dit soort kasten. En het grappige is, het zijn echt prijzen waarbij je kan afvragen wat moet je ermee. Het zijn dus dit soort poppetjes of knuffels, maar echt wat moet je ermee. En het leuke is, je ziet bijna alleen maar volwassen mannen. Echt super geconcentreerd aan het werk. Om die poppetjes te verzamelen. En die man achter mij, die heeft al 2 tassen vol met allemaal dozen. Ik wil niet weten hoeveel geld daar al in is gaan zitten. Maar het is wel heel leuk om te zien. Goedemorgen, we zijn in Tokio en we gaan vandaag van alles zien. En daarvoor gebruiken we de metro. Want Tokio is natuurlijk een super grote stad. En dan denk je, je stapt op bij lijn A en dan stap je verder of weer uit. Maar zo makkelijk is het niet in Tokio. Ze hebben allemaal verschillende bedrijven. Zo heb je de JR, die heeft dan een paar lijnen. En dan heb je weer een ander bedrijf, die heeft dan weer een paar andere lijnen. En dat is super ingewikkeld. Dus we gaan kijken waar we uitkomen vandaag. We hebben het weer gevonden. Tokio moet wel de enige grote stad zijn die een kruispunt heeft als een van de bekendste toeristische trekpleisters. Volgens mij lopen hier miljoenen mensen per dag overheen. En wij gaan dat nu ook doen. Ik kan nog heel even wachten. Ik geloof dat ik nog nooit zelf ook mensen heen en weer heb zien lopen over hetzelfde kruispunt. De absolute nationale sport van Japan is geen voetbal, maar is honkbal. En dat is ontzettend populair, ook hier in Tokio. En daarom gaan wij vanavond naar een heuse honkbalwedstrijd. Ja. En het is een match tussen de Nagoya Dragons en de Tokyo Yakult Swallows. Ja. Dus het is de thuisploeg eigenlijk van Tokio tegen een andere ploeg. Maar volgens mij zitten we in het verkeerde vak. Ja, we moesten zelf kiezen welke kant we wilden. Ja. En toen kozen we denk ik voor de verkeerde kant. Ze probeerden het ons nog uit te leggen. Maar als het goed is zitten we wel in de goede kleur, want we hebben net even gegoogeld. En de Nagoya Dragons, die hebben officieel een blauw shirt aan. Dus als het goed is moeten we safe zitten. We zijn nu in de laatste ronde en het staat nu 6-3 voor ons team, de uitspelers uit Nagoya.
En het leek even op dat we gingen verliezen. Of dat het gelijk spel zou worden. Maar toen kwam die home run die Eva toevallig had gefilmd. Heel slecht. Maar... En toen ging het helemaal los hier. Ja. Maar nu moet alleen de tegenpartij nog spelen. En dan is de stand definitief. Ja, het voelt een beetje als dat je Ajax tegen Feyenoord hebt. En dat je dan in Amsterdam woont, maar voor Feyenoord bent en dan toch wint. Ja. Zo voelt het een beetje. Het voelt wel alsof we echt een goede partij hebben gekozen vandaag. Ja, en we zijn eigenlijk per toeval in het verkeerde vak geplaatst. Maar we hebben toch gewonnen. Ja, met een stand van 6-4 voor ons dan. En ondanks dat ik dus helemaal geen iets met die partij heb, ben ik toch heel blij dat we gewonnen hebben. Ja. Het is toch gek, een soort van groepsgevoel. Ja. Ook als hoor je helemaal niet wat ze zingen heel de hele tijd. Dus ze zijn continu liedjes aan het zingen. Volgens mij hoor je het zelfs een beetje aan mij, omdat ik helemaal mijn stem kwijt ben. Maar volgens mij weet ze helemaal niet wat ik heb gezongen. Misschien heb ik wel iemand keihard beledigd. Ja. Maar goed, het was leuk. Okay. Zeker doen. En nu gaan we de weg naar de metro vinden, want we lopen volgens mij helemaal verkeerd. Nee, we lopen goed. Die kant op. Ja. Goedemorgen, nog steeds vanuit Tokio. Ik heb net ontbijt gehaald. We moeten heel snel gaan ontbijten, want we moeten zo uit ons hostel checken. We zijn een beetje vooruitgevlogen in de tijd. In de tussentijd hebben we Mount Fuji bezocht, zijn we naar Disneyland geweest. Dat hebben we allemaal niet gevlogd. Maar vandaag gaan we wel weer vloggen, want we gaan allemaal leuke dingen doen. Maar eerst ontbijten. En ik ga het hostel laten zien, want die is super top. Nou, dit is het treinhostel en dat heeft ook een bepaalde reden. Dat zul je zo zien. Dit is namelijk keuken. En dat lijkt dus precies op een trein. Er is helemaal niemand. En het leuke is dus dat ze al deze materialen, die komen uit een bestaande trein, die nu niet meer rijdt. En zo zag het er dus eerst uit. En hebben ze nu dan dit van gemaakt. Dat is super tof. En ook onze bedden, dat zijn net slaapbedden in een trein. Dat zal ik ze even laten zien. Oh, dit is dus het hostel. Mensen slapen nog, dus een beetje zachtjes. Het is echt een teringzooi. Maar het lijkt echt precies op een trein. En zelfs de lamp achter is ook echt precies hoe het in zo'n trein is. Superleuk. Dan denk je, wat doet Dominique in een winkelstraat met merken als Chanel, Dior en Valentino als budget backpacker? Nou, dat komt omdat dit... een bijzondere straat is van Tokio. Dit is namelijk Ginza. En dat wordt ook wel de Fifth Avenue, die bekend is van New York natuurlijk, van Japan genoemd. Maar dit is een beetje onbetaalbaar voor ons. Tokio is een hele vette stad, maar één ding heeft Tokio niet zo heel goed geregeld en dat is de locatie. Tokio ligt namelijk op 3 tektonische platen, dat zijn die aardplaten die continu verschuiven en waardoor ook aardbevingen plaatsvinden. En Tokio ligt precies op de grens van die 3 platen, dus de kans dat er ooit een hele grote aardbeving gaat komen in Tokio is aanwezig. Er zijn natuurlijk al vaak grote aardbevingen geweest in Japan, maar de allergrootste, de Big One, die zou de komende jaren kunnen plaatsvinden in Tokio. En daarbij zouden dan heel veel doden gaan vallen. Dus in Tokio en in heel Japan zijn ze op alles voorbereid. Dus ook op die grote aardbeving. En daarom hebben ze dit centrum ingericht. En dat is om te leren hoe je moet omgaan als er zo'n grote aardbeving plaatsvindt. In the elevator, you experience big earthquake. You are married to evacuate from the building. But here is an earthquake-stricken town. It's very dangerous.
hebben net 72 uur na de grote aardbeving overleefd. We hebben het museum doorlopen. En verderop in het museum wordt meer informatie gegeven over wat Tokio verwacht dat er gaat gebeuren als eenmaal de aardbeving echt plaats gaat vinden. En dat is echt ja, best wel heftig, want ze hebben schattingen gemaakt. En ik hoop dat als het gaat gebeuren dat ze er heel erg naast zitten. Want ze verwachten namelijk dat er minimaal 23.000 mensen zullen overlijden. Waarvan echt het overgrote deel door branden die ontstaan door de aardbeving. En ook echt heel veel gebouwen. Ja, er wonen hier meer dan 39 miljoen mensen in de grote Tokio-prefectuur. Maar dan alsnog 610.000 gebouwen verwachten ze dat er zullen worden verwoest door die aardbeving. Dus ja, het is te hopen dat die niet gaat gebeuren. En dat als die gebeurt, dat ze er echt flink naast zitten in ieder geval. Kijk, deze heeft van die handige pootjes, waardoor die tegen het dak kan worden vastgezet. Nou, dat was het Prevention Museum. Super interessant. Mocht je ooit in Tokio zijn, ga erheen. Het is gratis. En dan gaan wij naar de Statue of Liberty. En dan denk je, gaan jullie nu naar New York of zo? Nee, ze hebben hier gewoon aangebouwd. Nou, dat is hem dan, hè, Dan? Ja, je kunt wel zien dat de Tokionaren gek zijn op New York. Eerst hadden we vandaag al de Fifth Avenue. Ja, je ziet het, de Statue of Liberty. Goedemorgen, het is onze allerlaatste dag in Tokio. En één ding hebben we nog niet gedaan. En dat is zo'n gek café bezoeken. Wat je altijd overal op Facebook en internet ziet. Van die gekke cafés. En ze hebben er superveel hier. Maar wij hebben er één uitgekozen, want wij houden heel erg van dieren. Dus gaan we naar het Hedgehog Café, oftewel het egelcafé. Ja. Dus ik ben benieuwd. Jij de eerste? Ik weet niet. De eerste instructies lezen. Best wel mee hoe stekelig die is. Als hij niet slaapt, dan heeft hij zijn stekels niet laten. Ja, ging snel voorbij, was een half uurtje. Ik weet alleen niet zo goed of ik het zou aanraden voor mensen als je naar Tokio komt. Want het was vrij duur, kostte ongeveer 22 euro. En ik weet niet zo heel goed of de egels het wel helemaal leuk vonden om te worden opgepakt en te worden geëid. Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik had verwacht bij een egel. Het is natuurlijk geen hond, geen kat. Nee. Maar ja. Ze hebben in Japan dus overal van deze soort crabs. En ik ben echt lichtelijk verslaafd inmiddels. Hoeveel stuk crab is dit dat ik ga eten, denk je, in een week? Van jou? Ik denk wel de derde of de vierde of nee, zo. Jij bent elke dag een crab op. Ja, met een week. Ja, ik denk dat het mijn vierde wordt. Ik denk je zevende. Yay! Daar heb je. Lekker! En deze is mijn favoriet. Maar hij is er wel op. Nou, we zitten in de bus, we gaan Tokio verlaten. We gaan op naar Hiroshima en dat is een busrit van ongeveer 12, 13 uur. Dus voorlopig zitten we hier wel even. Maar daar hebben we een mooie kap voor gekregen. Het is echt de eerste bus ooit waar ik in zit waar ze zo'n kap hebben. Dat is echt bizar. Maar ja, er komt dus wel een einde aan de Tokio vlog. Vergeet niet te abonneren, laat een reactie achter en een duimpje omhoog. En dan zien we je straks weer in Hiroshima, denk ik.